Arjan Konteman, halve finalist op de Dutch Open. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Fantastisch. Het was een lastige wedstrijd uiteindelijk toch nog, hè? Ja, ik kom in principe wel vrij gemakkelijk 4-0 voor. En dan maak ik het mezelf moeilijk door die dubbel niet te gooien. Kom ik op dubbel 3 uit en dat was een beetje lastig. Maar uiteindelijk heb ik gewonnen, dus ben blij. Had je in de eerste 4 legs niet het gevoel van, oh, deze win ik makkelijk? Het ging op zich best wel makkelijk. En ik zag dat hij een beetje struggelde met zijn punten. Dus ik denk, ja, ik heb een hele goede kans. Maar op een gegeven moment pakte hij een leg. Toen probeerde hij het publiek daar een beetje mee te maken. Wat vond jij daarvan? Ja, ik denk, ik moet gewoon rustig blijven. Ik wist gewoon dat ik er goed in zat. Dus wat dat betreft, ik ben rustig gebleven. En ik heb die wedstrijd over de streep getrokken. Dus ik ben blij. Je vond het niet vervelend dat hij dat ging doen? Nee, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, dat was ook zijn kans natuurlijk om terug te komen in die wedstrijd. Dus ja, ik heb daar geen moeite mee. Hey, ja, je staat nu in de halve finale. De eerste paar legs zag het er echt heel goed uit. Volgens mij voel jij je heel erg goed. Ja, zeker. Ik voel me ook hartstikke goed. Ik speel de hele weekend al fantastisch. Dus ja, dit smaakt naar meer nog. En wat is meer? Ja, wie weet. Misschien staan we aan het einde wel met die beker omhoog. Nee, weet ik niet. Er zitten allemaal nog hartstikke goede jongens in. Dus ja, dit belooft wel wat. Heb je voorkeur voor in de halve finale qua tegenstander? Nee, dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. Nee, je moet van iedereen winnen als je uiteindelijk wil winnen. Dus ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Zo is het maar net. Gefeliciteerd. Dank je.